zijn erg goede vrienden. Ik leerde hem pas kennen in ergens groep 5. Toen was het gelijk dikke min. Miles en Iwan warmen zich op voor de City Swim. Ze plonsen zo het water in voor een goed doel. Geld inzamelen voor onderzoek naar de spierziekte ALS. Iwans vader had die ziekte. Hij wil er niet in beeld over praten, maar vindt het juist wel fijn als Miles dat voor hem doet. Toen de moeder van Iwan 3 maanden zwanger was, werd ALS bij zijn vader. Waren ze erachter gekomen dat hij dat had. En op zijn 7e is hij overleden aan die ziekte. Het is een spierziekte waarbij je spieren 1 voor 1 dunner worden. Dus dan kan je bijvoorbeeld niet meer lopen. En als je longen, dat zijn ook spieren, als die het niet meer doen, dan kan je niet meer ademen. En dan ga je daaraan dood. Natuurlijk heel triest, want ik bedoel, niemand wil dat. Want opeens is gewoon je vader weg aan een ziekte. Iwan laat de glijbaan zitten en start zo. Anderen nemen de glijbaan. Er doen 75 kinderen mee aan de zwemtocht door de Amsterdamse grachten. Zodat er meer aandacht komt voor ALS. Nou, een vriend van mijn vader heeft ALS en hij heeft dat 1 maand geleden gehoord. En dat vinden we dus heel zielig, dus daarom doen we eigenlijk mee. De kinderen worden gesponsord door familie en kennissen. De moeder van Iwan is blij dat er zoveel kinderen aan meedoen. En dat Iwan erbij is natuurlijk. Ja, geweldig. Zo trots. Zijn vader zou ook zo trots zijn geweest als hij dit zou doen. Echt supermooi. En dan, na honderden meters ploeteren door het water, is de finish in zicht. Ook al is het geen wedstrijd, Iwan is wel Miles onderweg kwijtgeraakt. Maar na 5 minuten is ook hij in zicht. Ging goed, een beetje zwaar, maar ik heb het gehad. En dan zijn de vrienden weer bij elkaar.